Nieuws met Loretta Schrijver. Straks bij NTLV. Even onder ons, hè. Even over de mannen. En onze toekomst met die toch wat onhandige creaturen. Want al tref je het nou nog zo goed. Ja. Ja, of ietsje minder goed. Realiseert zich wel wat er gebeurt als hij 65 wordt. Misschien moeten we zorgen voor een goed pensioen. Met z'n tweeën. Want als een man het alleen moet doen... Oh. Vraag het boekje Pensioen ABC van AMEF aan uw verzekeringsadviseur. Oude kopieën. Krijgt u van Nashua 1000 gulden. Kwestie van even een echte kopieër kopen. Eentje van Nashua, dat is het beste. Bel daarom nu 060669. Snel, want duizendjes weggeven, dat houden we niet lang vol. Ooit verkenden pioniers de wereld. Nu vormen ze een inspiratiebron voor Seiko. In de nieuwste collectie, The Age of Discovery, combineerde Seiko een ontwerp gebaseerd op toen... met Intelligent Quartz van nu. Een wereld van techniek die u morgen kunt ontdekken. Samsonite. Wij blijven verrassend uitpakken. Donderdag en zondag bij RTL 4 Ski Europe. U kunt getuige zijn van de verslagen van World Cup skiën van dames en heren. Freestyle wedstrijden en speed skiën. Ski Europe, iedere donderdag en zondag bij RTL 4. Ski Europe wordt u aangeboden door Citroën. Je kunt hier natuurlijk een beslagen raam inzien op zo'n regenachtige zondagmiddag. Maar u en ik weten wel beter. Wij herkennen meteen een beslagen glas olifant. Wat kan het ook anders zijn? Olifant, jonge jenever. Waar staan de greno's? Naast de patato's. En waar staan de patato's? Naast de greno's. Ja, hallo. En waar staan de greno's en de patato's? Bij de bordeaux. Natuurlijk. Greno's en patato's van Smith. De ene is nog lekkerder dan de andere. Niets ontgaat Agfa, want met Agfa leg je alles vast. De subtielste kleuren. Tot in het kleinste detail. In High Definition Color. Nieuwe Agfa Color XRG100, nu met nog scherpere kleuren. Niets ontgaat Agfa. You know I'm waiting. Just anticipating. Things I may never possess. But while I'm without them, try a little time. Ondek Bounty. Try a little tenderness. Bounty, proef het paradijs.